Wij gaan door naar ons volgende onderdeel. En dat is een interview met medisch psycholoog Mirella Habibovic. Ik hoop dat ik het ook hier goed uitspreek. Geeft u Mirella ook een hartelijk applaus. Ja, ja, wat je wil. Pak een... Ja, die staat net wel gezelliger. Ja, precies. Pak er een microfoon bij. En, want ik werd gelijk ook door de organisatie gecorrigeerd. Want die vroegen, ja, heb je haar gesproken? Ik zei, ik heb Mirella gesproken. Ze zei, nee, het is Mirella, want het is maar 1L. Maar toen zei ik, nee, ik heb het gecheckt. Klopt, het ja. is met 1L, maar Mirella. Ja, precies. Ja. Nee, zo spreek ik het uit. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit Bosnië. Bosnië. Ja. En je bent hier medisch psycholoog. Misschien ook even goed dat we daar een beetje beeld bij hebben. Wat doet een medisch psycholoog? Nou, ik werk op de universiteit dan. Sorry, ik ben een beetje verkouden, dus vandaar. Als medisch psycholoog. Maar voor mij houdt het in eigenlijk dat ik voornamelijk onderzoek doe naar psychologische klachten bij mensen met een chronische aandoening. En in mijn geval hou ik me bezig voornamelijk met psychosociale klachten bij mensen met hart- en vaatziekten. Daarbij kijken we dan, doen we onderzoek naar wat voor effecten kunnen psychische klachten hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten, op de prognose daarvan. Maar ook als iemand een hartinfarct heeft gehad bijvoorbeeld, hè, hoe dat dan daarna is voor die persoon. Hoe de kwaliteit van leven van die mensen is. En dat proberen we te verbeteren. Ja, dus voor de goede orde ook geen sofa op jouw kamer, geen behandelingen. Dat denken mensen natuurlijk snel bij een psycholoog. Nee, dat niet. Nee, ik doe onderzoek en ik geef les. Ik geef het vak stress en gezondheid. Dus dat ook nog. Maar ik heb geen bank op mijn kamer. Nee, maar dat is altijd. En ook goed om te weten, want we zijn hier natuurlijk ook bezig, als met een mooi woord heet, met wetenschapscommunicatie. Wat gebeurt er allemaal? Hoe pak je dat aan, dat soort onderzoek? Nou, wat ik precies, kijk, binnen ons departement doen we verschillende typen onderzoek, hè, op dit vlak. We willen met z'n allen zetten, of niet met z'n allen, een klein groepje binnen ons departement zet zich in om kwaliteit van leven, dus van mensen met hart- en vaatziekten, te verbeteren. Dat doen we door te kijken welke ziekte komen, welke psychische klachten hebben ze, maar ook hoe we dat kunnen veranderen. Hoe wij mensen kunnen helpen om een gezonder leven te hebben, om lekker in hun vel te zitten eigenlijk. En het onderzoek waar ik me voornamelijk mee bezighoud en met nog een kleine groepje collega's is dus te kijken hoe wij gezondheidsgedrag kunnen veranderen bij deze mensen. Hè. Want we weten allemaal dat meer bewegen, gezond eten, minder stress ervaren, goede slaapkwaliteit hebben, dat geassocieerd is met betere prognose bij mensen met hart- en vaatziekten. Maar dat vaak lastig te veranderen is. Hè. Dus je zit meestal in een patroon, in een gewoonte waarbij je daar lastig in je eentje uitkomt. En dan proberen wij slimme manieren te bedenken om mensen toch in beweging te krijgen en te motiveren. Om. En dan stel ik me zo voor, dan heb je dus bepaalde groepen mensen die je over een tijd volgt en kijkt hoe het met ze gaat, of die rapporteren, hoe gaat zoiets in zijn werk? Heb je proefpersonen? Ja, we hebben proefpersonen inderdaad. In principe, wij werken samen met het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis hier, afdeling cardiologie. Daar werven we onze patiënten. Dus wij bedenken op de universiteit een interventie. Dan gaan we met z'n allen bij elkaar zitten en dan denken we van, nou, dit lijkt ons een goed idee. Vragen we wat patiënten om input, hè? Mensen die ook daadwerkelijk hart- en vaatziekten hebben. We proberen altijd in samenwerking te ontwikkelen. Hè? Want we kunnen wel dingen bedenken, maar als mensen het niet willen gebruiken, hebben we er niks aan. Ja. Dus we vragen mensen om input, ook zorgverleners, cardiologen. En dan als we iets hebben bedacht, dan gaan we naar het ziekenhuis toe en zeggen we, nou, we hebben patiënten nodig die het willen gaan doen. Ja. En dan delen we ze per toeval in een groep die onze interventie krijgt en een groep die dat niet krijgt. Die volgen we gewoon. Op. En aan het begin vullen ze een aantal vragenlijsten voor ons in. We doen lichamelijk onderzoek ook. Een fietstest bijvoorbeeld krijgen ze onder andere. En dan gaan ze de interventie volgen. En na 3 maanden, doorgaans duurt de interventie 3 maanden, dan stopt het. En dan gaan we weer de vragenlijst afnemen. Ze krijgen weer de fysieke testen. En dan gaan we kijken, is de groep die de interventie heeft gehad verbeterd vergeleken met de groep die het zorg als gewoonlijk heeft gehad. En wat is een voorbeeld van zo'n interventie waarvan je ook bijvoorbeeld hebt gemerkt van, hé, dat werkt heel goed. En misschien ook een voorbeeld van iets waarvan je dacht, nou, dat gaat geweldig werken en dat deed eigenlijk niet zo heel veel. Nou, dat komen we helaas vaker tegen, dat het niet zo ging zoals we dachten. Maar dat hoort ook bij wetenschap. We leren daarvan, inderdaad. En dan in het volgende onderzoek passen we dingen aan en dan gaat het wel beter. We hebben 2 jaar geleden hebben we een heel leuk project gehad, waarbij we dus mensen een app hebben gegeven. Die hebben wij samen ontwikkeld dan met de patiënten ook. Ze kregen daarnaast een Fitbit, droegen ze. Ze hadden een bloeddrukmeter thuis, een ECG-apparaat ook. En van ons kregen ze dan een gedragsinterventie. Als psycholoog vinden we dat natuurlijk leuk. Ze moesten dan 3 maanden lang al die apparaten dragen. En ze kregen 1 keer per dag een berichtje van ons om eens iets anders te doen. Om hun routine te veranderen. Dus dan was je aan het werk bijvoorbeeld. En dan kreeg je ineens een appje van, hey, stop nu maar even. Kijk om je heen en maak een foto van iets moois wat je ziet. Ja, heel concreet. En dat was het. Ja.
En dat was het. We probeerden gewoon elke dag 20 seconden hun gewoonte te verbreken. En na 3 maanden dat vol te hebben gehouden, en iedereen bleef het volhouden, dus het is niet zo dat na een paar dagen mensen dachten we kappen hiermee, bleek dat de mensen in interventie toch wel wat gezonder waren gaan leven en een betere kwaliteit van leven rapporteerden dan de mensen die dat niet kregen. Mooi. Dus ja, dat was een leuke. Dat is een mooie interventie, ja. Die kun je dan vaker inzetten. En dan van die andere categorie, de categorie dat deed toch niet zoveel en we hadden er zoveel van gehoopt. Nou, dat was dus een afgeslankte vorm van wat ik net vertelde. Hadden we daarvoor gedaan, interventie, waarbij we dus niet het gedrag ook hebben gemonitord. Waarbij ze dus niet die Fitbit hebben gehad, waarbij ze geen ECG-apparaat hadden. Waarbij ze niet ook feedback kregen van de devices, zeg maar, die ze droegen. Daar hadden we geen effect op gevonden. Dus blijkbaar was het toch nodig om mensen ook echt daadwerkelijk te laten zien met cijfertjes van hey, je hebt vandaag niet je 10.000 stappen gezet, moet je nog wel even doen. Kijk. Dus dat hebben we dan geleerd van de eerste ronde en dat hebben we verwerkt. Ja. En dat kan zo'n ziekenhuis dan ook weer gaan gebruiken als ze met patiënten bezig zijn die in een bepaald traject zitten. Ja. Daarnaast, jij geeft ook het vak stress en gezondheid en ook het onderwerp stress weet je veel van. Laten we daar ook maar gelijk, we weten het misschien allemaal wel, net als alcohol, slecht slapen, stress is ook niet goed, hè? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Twee kanten. Twee kanten inderdaad, dat is leuk. Iedereen denkt dat stress slecht is en stress is natuurlijk ook niet fantastisch goed voor je. Maar er zijn ook onderzoeken die eigenlijk laten zien dat we niet zo bang hoeven te zijn voor stress. En dat is iets wat ik in mijn vak ook altijd probeer door te laten schemeren. We kunnen heel bang gaan zijn voor stress en het proberen te vermijden en het proberen te managen. Maar als je kijkt naar stress puur, hè, stressrespons wat we hebben, als we stress ervaren, hoe ons lichaam reageert, dat is een fantastisch mooi systeem wat we hebben. En daar hoef je niet echt bang voor te zijn, want het maakt je lichaam eigenlijk klaar voor actie. Het bereidt je voor om dingen te kunnen gaan doen. Dus als we nou eens zo naar stress kijken, dan is het helemaal niet zo slecht voor ons. Voorafgaand aan een talkshow als dit, klein beetje stress voelen als je hier op het podium moet gaan zitten, daar is niks mis mee. Dat is heel goed zelfs, ja. En waar zit dan het verschil, hè? Dat snapt iedereen wel zo van, nou, daar heb je af en toe voor een bepaalde taak of je moet iets belangrijks doen. En wanneer kom je in het rood, in de zin van, dan is stress niet meer goed. Ja. Hoe kun je dat ook bij jezelf vaststellen? Ja, nou, dat is als het echt langdurig aanhoudt. Dus hè, kijk, als je een beetje stress hebt voor een bepaalde taak en je hebt de taak gedaan en je ziet daarna dat jouw stressniveau afneemt, dat is prima, dat wil je ook hebben. Maar als jij merkt, stel dat ik nou 3 dagen na deze show nog steeds gestrest ben, dan moet ik bij mezelf na gaan denken van, volgens mij is er iets niet goed. Want ik hoor niet 3 dagen hierna nog steeds gestrest te zijn. Dus als het heel lang aanhoudt, of als je heel moeilijk herstelt na een stressvol periode, dan kun je bij jezelf bedenken, misschien moet ik er iets aan gaan doen. En je had ook een paar mooie uitspraken gedaan. Je zei, ik gebruik bewust niet de term stressmanagement. Sterker nog, daar heb je volgens mij bijna een hekel aan. Ja. Maar jij zegt, en mag je ook uitleggen, je moet vrienden worden met stress. Ja. Laten we even met die eerste uitspraak beginnen. Waarom heb je een hekel? Want het is ook een beetje gang bij de mensen. Oh, mijn stressmanagement of zo ga ik ermee om. Ja. Wat is daar mis mee? Ja, nou weet je, stress is nu natuurlijk komt heel veel voor. Of tenminste, er wordt heel veel over gesproken. Iedereen is gestrest, iedereen heeft stress. En we moeten stressmanagement gaan doen. Nou, als ik stressmanagement hoor, raak ik al van gestrest. Want dan denk ik, moet ik nog iets gaan managen? Ik heb al zoveel Ik heb het al zo druk. Ja. Ja, dan moet ik ook nog mijn stress gaan managen. Dus daarom denk ik van, nou, het hoeft niet. Laat die stress gewoon af en toe toe. Het mag er zijn. Dus je hoeft het niet te managen. Je kunt ook kijken naar jouw mindset daarin. Wat is stress eigenlijk? Leer daarover. Wat ik al zeg, laat het af en toe gewoon toe. Het is helemaal niet erg. En gebruik het ook. Ja. En wat betekent dan wat jij dan voorstaat, dat je zegt, je moet vrienden worden met stress? Ja. Hoe leg je dat ook aan je studenten en aan de mensen hier vanavond ook uit? Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Het klinkt bijna een beetje als een soort zelfhulpboek. Ja, precies. Nou, ik bedoel daarmee dus die mindsetverandering. Dus dat je het toelaat. Dat je niet bang voor hoeft te zijn, maar dat je goed naar je lichaam luistert. Als je stress ervaart, van hoe voelt dat dan voor mij? Ja. Is het dan wel zo erg? En als je voor een spannende taak staat, voor een tentamen, dan zeg ik tegen studenten altijd, en dan voel je dat je hartslag omhoog gaat, je gaat aan. Dat betekent ook dat je hersenen dus meer zuurstof krijgen. Dat je lichaam dus alert gaat zijn. Dat het je gaat helpen om beter te presteren. Dus als je daaraan denkt, nou, dan is stress eigenlijk je vriend tijdens zo'n taak, want het gaat je helpen om beter te presteren. Om beter te presteren. En tegelijk, want je gaf net al dat voorbeeld, je zei ook, ja, ik heb ook wel eens, je spreekt ook wel eens over major life events, dat kan een echtscheiding zijn, het overlijden van iemand, noem maar op, hè, dat zijn grote dingen, een ontslag, dat heeft natuurlijk veel impact. Dat kan ook tot stress leiden.
En tegelijk, jij kwam ook een keer een student tegen die zei, ik heb ook een major live event. Ja, en dat was het tentamen van volgende week. Ja. Dat doet dan vermoeden dat we aan een soort inflatie aan het lijden zijn. Van, we maken soms dingen ook wel heel groot. Dat klopt. Ja. Ja. En wat zei je toen? Want dat was gewoon een student die naar jou toe kwam. Waarmee je aan het praten. Nee, dat was in de collegezaal. Ik had voor het college, er zaten volgens mij 200 studenten in de zaal. En toen vroeg ik of iemand een voorbeeld zou kunnen geven van een major live event. En toen zei een student, ja, het tentamen. Het tentamen, ja. Dacht ik, oké, nou dan moeten we daar iets aan gaan doen. Nou ja, dat is wel een teken dat tegenwoordig wel heel veel dingen, of ja, heel veel dingen, ik wil het niet zo naar zeggen, maar dat er soms dingen wel uitvergroot worden. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat die stress zo centraal staat in de maatschappij. Dat en we zeker onder de jongeren. Ja. Ja. Dus dan is, dat zijn dingen die misschien vroeger, ja, toen ik, als ik tentamens had, nou, dan was het tentamen en zit. Ja. Maar nu is daar heel veel aandacht voor, er is heel veel oor naar, dus dan soms worden dingen wat uitvergroot daardoor, denk ik. Precies, worden wat uit. En daar zou dus ook een aanpak kunnen zijn. Ik weet, toen ik studeerde, dat was eind jaren 90, ik heb daar ook zelf last van gehad, heel veel studenten met RSI. En ik heb ook echt mijn veters niet meer kunnen strikken, dat was vreselijk. En heel veel studenten hadden dat met tikken van hun scriptie, we hadden allemaal last van zo'n muisarm. En op een gegeven moment kwam het ministerie van Sociale Zaken, die zei van, we gaan gewoon eens geen campagnes meer voeren. En daarna, ook nu, ja, het zal nog wel eens voorkomen, maar het is niet meer zo groot als toen. Ja. Zou zo'n soort oplossing ook met stress kunnen, of is dat te simpel gedacht? Het zou van, juist door ook kunnen. Er minder over te hebben, zou je misschien ook met meer resultaat kunnen. Ja, het heeft nu natuurlijk heel veel aandacht inderdaad, maar ik denk als je het op een andere manier aandacht geeft, dat het veel effectiever zou zijn. Je kunt het niet negeren, hè. Studenten hebben nu eenmaal wel stress en ja, als je kijkt naar de cijfers ook, dan zie je dat ongeveer 60% prestatiedruk ervaart, dat 50% van de studenten vindt dat hun toekomstplannen echt significant belemmerd zijn door bijvoorbeeld de pandemie. Dus er zijn wel dingen geweest afgelopen jaar wat voor stress hebben gezorgd. Maar, en als je dat nog uitvergroot in de media en stress, we moeten daar iets aan doen en we moeten minder dit en we moeten minder dat en we moeten die stressmanagement doen, dat wordt alleen maar erger. Ik zou ervoor willen pleiten eigenlijk dat je het omdraait en dat je gaat zeggen van hé, hoe kunnen we stress nou gebruiken? Ja, hoe kunnen we het op een goede manier inzetten? Precies. En ook maar even een linkje met het vorige gesprek over die generatie Z. Je ziet ook vaak, dat komt volgens mij in alle generaties terug, hè, dat wat oudere generaties al snel vinden, dat jongere generaties zich misschien een klein beetje aanstellen, dat allemaal wat overtrekken. Joh, wij trokken onze schaam, wij gingen lekker door, hè, wij zijn van een andere generatie. En tegelijk zou je ook weer kunnen zeggen, ja, maar de jongere generatie heeft te maken met stressfactoren, zoals bijvoorbeeld FOMO, hè, fear of missing out, dat je constant het gevoel hebt dat je van alles moet, ook met die Facebooks en noem het allemaal maar op. Dat maakt het dan voor de jongere generatie misschien ook wel weer lastiger. Ja. Waar sta jij in die discussie? Zit er een kern van waarheid in dat eerste punt, dat de oude generatie vindt, het is allemaal wel heel licht geprikkeld, of zit er ook weer een punt zo van, ja, maar er zijn ook allerlei stressfactoren bijgekomen? Ja, nou, beide kanten hebben natuurlijk wel, er is iets voor te zeggen. En wat ik al net zei, de jongeren hebben nu wel stressfactoren die er vroeger niet waren. Vroeger was het misschien een stukje simpeler ook om te leven, want je wist waar je naartoe ging. Er was veel meer structuur, veel meer houvast. Nu hebben ze zoveel keus. Er zijn zoveel dingen die ze kunnen doen. En de toekomst is dan toch nog onzeker, zeker voor de afgelopen jaren, hoe dat is gelopen. Nou, FOMO is echt een ding geworden. Het is een hele andere generatie. Ik weet niet of je dat echt goed kunt vergelijken met elkaar, van hoe dat vroeger was en nu. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je kijkt naar het... er is een hele oude theorie, hè, over stressrespons, hoe dat werkt. Dat je dat kunt oprekken, naarmate, vanaf kleins af aan eigenlijk, hè, dat je kinderen een beetje kunt trainen om stressbestendig te zijn. En soms vraag ik me af of deze generatie dat heeft meegekregen. Maar ze zijn aan de andere kant heel veilig opgevoed, heel veilig opgegroeid. Ja, en als je dan niet heel veel dingen, nare dingen hebt meegemaakt, dan dat blijft dat stressrespons ook een beetje klein, zeg maar. Precies, dat noemen ze wel eens dan de curling-generatie, hè? Dat de ouders heel het weglopen, weg te poetsen en die kinderen heel gladjes zo, maar precies. Dat is misschien wel te gladjes. Ja. De curling, ja, van die sport, hè, dat je met van die bezems, die uitdrukking heb ik ook wel eens gehoord. En dan ook misschien wel leuk, altijd om te weten, dat mensen zeggen van ja, hoe pak je dat nou aan voor jezelf? Want je hebt natuurlijk altijd, dan doe je allerlei onderzoek naar stress en dan ben je net als de longarts, maar dan steekt hij zelf een sigaret op. En het leuke is, we kunnen het straks controleren, want volgens mij zie ik in ieder geval wat familieleden hier in de zaal. Ja, precies, kijk, je dochter zit er bijvoorbeeld. Dus we kunnen straks nog even factchecken, maar hoe ga je zelf met stress om? Want jij hebt ook allerlei ballen die je in de lucht moet houden. Een druk gezinsleven, noem het allemaal maar op.
Ja, nee, ik ervaar zeker stress af en toe, dus ik ben niet stressvrij. Maar hoe ik het probeer te doen, is door mezelf heel vaak eraan te herinneren dat ik maar een mens ben. Dus ik huil, ik lach. En dan soms moet ik heel erg lachen om mezelf waar ik stress over heb. En andere keer laat ik het gewoon toe en ben ik een paar dagen gestrest. En op een gegeven moment stopt dat en denk ik, oké, hoe nou kan ik weer ademen? En ik accepteer het zoals het is eigenlijk. Ik probeer er niet te veel tegen te vechten, denk ik. Maar hè, u mag het vragen. Misschien komt het heel anders over op mijn omgeving, dat weet ik niet. We kunnen het straks even gaan vragen. Ja. En is dat overigens dus ook een van jouw adviezen? Of heb je tot slot, ik ga zo natuurlijk ook vragen of er vragen uit de zaal zijn, maar nog andere adviezen? Zeg, nou, dat wil ik iedereen nog wel even meegeven als het gaat om het omgaan met stress. Ja. Ja, nee, mijn advies zou echt zijn om het toe te laten. Om er te laten zijn en niet te veel tegen te vechten. We zijn maar mensen en stress hoort bij het leven. Je wilt eigenlijk ook niet een stressvrij leven hebben, want dan wordt het heel saai. Dus stress hoort er nou eenmaal bij. Gebruik het op een positieve manier wanneer je kunt, zou ik zeggen. Kijk. Heel goed, dankjewel. Ik ga ook hier weer uiteraard de gelegenheid voor vragen wat u kwijt wil, wat u nog... We opmerken waar u zich over verwondert, noem maar op. Ja, u heeft het over dat er een link is tussen bepaalde psychische fenomenen en bepaalde fysiologische of somatische fenomenen, zoals cardiovasculaire ziektes. Is het iets waar al lang onderzoek naar wordt gedaan? Of is het iets van alleen de afgelopen 5 of 10 jaar? En vindt u dat er genoeg aandacht aan wordt besteed? Of zijn we nog te veel aan het focussen op alleen de fysiologische aspecten ervan? Hele leuke vraag, dankjewel. Nou, er wordt al jaren onderzoek naar gedaan. Dus best wel een cardiopsychologie, hè, is het veld waar we daar onderzoek naar doen. In Nederland zijn wij, denk ik, hier in Tilburg wel de grootste, of in Europa zelfs, de grootste onderzoeksgroep die zich daarmee bezighoudt. Dus het is wel een gebied wat heel veel aandacht heeft gehad. Maar natuurlijk vind ik nog steeds dat het te weinig aandacht krijgt. Want onderzoeken van een aantal jaar geleden laten zien, bijvoorbeeld als je alleen al kijkt naar gezondheidsgedrag bij mensen met hart- en vaatziekten, dat 80% van hart- en vaatziekten voorkomen zou kunnen worden als we het gezondheidsgedrag zouden aanpakken. Dus daar is zeker nog heel veel werk wat wij kunnen doen om ziekte te bevorderen. Ja. Dank. En dank ook andere vragen, opmerkingen aan deze kant. En hier vooraan loop ik eerst even naar u. Ja, de link eigenlijk naar de hele privacy gebeuren. Want je ziet vaak dat het onderzoek heel goed goede intentie heeft. Het leven van mensen verbeteren. En dan wordt het ingepikt door de zorgverzekeraars. En dan moet je door allerlei hoepeltjes gaan springen. Plus, ik heb ook de Fitbit hoor, maar ik zit op een gecombineerde leefstijlinterventie. Het is gewoon een hele eenheidsworst en dient eigenlijk niemand. En er zit ook onderzoek aan de grondslag. Dus hoe die relatie zit. En kunt u uitleggen wat bedoelt u met die eenheidsworst? Geeft daar een beetje dat beeld bij? Men ontdekt dan iets van, oh, dit werkt. Ja. En dan moet iedereen dat gaan doen op dezelfde manier. Ja. Of je nou GGZ bent, of je bent hoog opgeleid of laag opgeleid. Je hebt al 100 diëten gedaan. Of maakt allemaal niks uit. Je gaat allemaal, anders krijg je medicijn niet of anders krijg je dit niet. Ja. Ja, goede vraag. Kijk, hoe wij het doen, wat ik net ook aangaf, wij proberen wel interventies samen te ontwikkelen met de eindgebruiker. Dus op die manier proberen we wel met iets te komen wat op individueel niveau ook aan te passen is aan patiënten. Dus dat we niet alles aan iedereen, dat niet iedereen precies dezelfde interventie krijgt. Wij gebruiken bijvoorbeeld nu ook kunstmatige intelligentie en chatbots, zodat mensen ook daadwerkelijk in gesprek kunnen gaan en gepersonaliseerd advies kunnen geven. Mm-hmm. Want ja, ik ben het helemaal met u eens, hè. One size doesn't fit all, zeggen wij ook altijd. Ja. Het moet wel een beetje aansluiten op de belevingswereld van de patiënt en ook de behoeften die je hebt. Dus een van de dingen binnen ons onderzoek is dat we echt gaan kijken naar wat zijn nou de behoeften. Dat doen we in focusgroepen en interviews met de eindgebruiker. En dat nemen we mee in de eerste ronde van ontwikkeling. Dan laten we zien wat we hebben ontwikkeld. Mogen de patiënten weer input geven en dan komt pas een eindproduct. En zo zou het natuurlijk overal moeten, maar ik denk mevrouw vooral aangeven, ja, in de praktijk, bijvoorbeeld van verzekeraars, zie je dat ze dat soort stappen helemaal overslaan en op een gegeven moment denken, oh, dit werkt, dat moet iedereen dan maar gaan doen, want dat is lekker goedkoop. Ja.
Dat is natuurlijk niet wat jij wil, uiteraard. Nee, maar dat is zie niet, je dat wel gebeuren ook in de praktijk? Nou, er zijn nog, denk ik, relatief weinig gepersonaliseerde interventies beschikbaar. Want het duurt best wel even voordat we dat hebben gevalideerd, voor het ontwikkeld is, gevalideerd. En dan pas dat het naar de zorgverzekeraars gaat. En die moeten dan ook maar net willen, hè, wat wij hebben ontwikkeld. Dat het niet te duur is en dat het begrijpelijk is. Dus dat duurt wel een paar jaar, denk ik, voordat we zover zijn dat zorgverzekeraars dit soort interventies gaan aanbieden. Ja. Dank daarvoor. En aan deze kant ook een vraag. Ja, u noemde een succesvolle interventie, waarbij mensen dus 20 seconden iets anders deden dan hun routine. En dan vraag ik me af, hoe kwamen jullie op het idee dat dat kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren? Want het is niet meteen evident voor mij dat 20 seconden dat zou kunnen doen. Nee, het is, we hebben niet alleen gekeken naar dat component, of dat dan kwaliteit van leven verbetert, maar de complete interventie. En die hele interventie bestond dus onder andere uit die berichtjes, maar ook dus van monitoren van met de Fitbit, je gewicht, je kreeg voedingsadviezen, advies voor fysieke activiteit om wat meer te gaan bewegen. Dus alles bij elkaar genomen zorgde ervoor dat de kwaliteit van leven verbeterde, omdat de mensen zich waarschijnlijk gewoon wat fitter zijn gaan voelen. Maar het is ook gewoon, denk ik, de verwondering. Hoe kom je op dit soort ideeën en op dit soort interventies? Doe je dat met je collega's? Is dat de brainstormen? Of is dat uit de literatuur dat jij, we zien iets interessants? Ja, op beide manieren komen we erachter. Voor dit project bijvoorbeeld, het was een groot consortium uit verschillende landen. Europese landen hebben eraan meegedaan. En nou, dan ga je bij elkaar zitten en je gaat bedenken, wij zouden graag een interventie willen doen. Je gaat een beetje rondkijken wat er beschikbaar is. Hoe moeten wij dat nog aanpassen? Zijn we het mee eens? En dit was toevallig wel een bestaande interventie uit Engeland, die we hebben vertaald voor onze patiënten. Dus, precies, dus het komt ook weer voort uit onderzoek wat andere mensen hebben gedaan, wat je weer door probeert te vertalen. Ja. Mooie vraag ook, dank. Andere vragen of opmerkingen? Anders, met permissie, mag ik u ook een vraag stellen? Want ik zag jullie samen zitten, volgens mij spreek ik hier met de man van. Dat klopt, de vriend van. Ja. De vriend van. De verkering inderdaad. De verkering, nou ja, hoe we het noemen. There's something going on, hè? Goed stress. Ja, precies. Nee, heel goed. We gaan het er zo over hebben. Maar ik ben gewoon benieuwd. Want we hebben het over zo'n prachtig thema. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe ervaar je dat zelf? Nou, ik moet dit antwoord natuurlijk goed formuleren. Dan heb ik vanavond ruzie en dan is een stressprons behoorlijk groot. Maar daar moet je vrienden mee zijn. Precies, daar moet je vrienden mee leren. En dat heb ik de afgelopen tijd ook geleerd. Dus ja. Maar dat gaat prima. Hartstikke goed. Ja. Hoe doet je moeder? Goed. Ook, ze doet het hartstikke goed. Laatste vraag of opmerking uit de zaal. Nog iets wat u wil weten, wat u verwond. Oh, sorry, aan deze. Even wachten op de microfoon. Van, mag ik nog een hele kleine vraag? Is er iets bekend over uit Engeland dan over longitudinaal onderzoek? Over hoe dat dan ook na 5 jaar of na 10 jaar nog functioneert? Leuke vraag. Dat doen wij ook. Wij kijken inderdaad, want ik zei net heel kort dat we kijken voor de interventie, hè, hoe iemand is en dan daarna. Dat is de eerste nameting. Maar we volgen patiënten ook op na 6 maanden nog en na 12 maanden bijvoorbeeld hebben we het gedaan. En wat we zien helaas is dat meestal na 3 tot 6 maanden iedereen weer een beetje terugkeert naar zijn eigen functioneren zoals dat er van tevoren ook was. En dat er maar een klein groepje patiënten is die omhoog blijft gaan, om maar zo te zeggen. Hè? Dus dat die de gezondheidsgedrag ook echt volhoudt. Dus vanuit dat perspectief ook zijn wij nog steeds zoekende naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die interventies van ons ook op lange termijn effectief blijven. Dus dat wij mensen helpen om het gezondheidsgedrag ook lang vol te houden. En dat kunnen we eigenlijk leren door die kleine groepjes die het blijven volhouden, om die te interviewen, om daarop in te zoomen en te leren van wat helpt om dat te doen. En dat verwerken we dan weer in het volgende onderzoek. Dank voor jouw toelichting. En u krijgt uiteraard ook een hartelijk applaus. Dankjewel.